Nou, hoe komt het jou, de laatste dag? Ja, ik weet het niet. Het hele kadraal? Ja, die zit op het voordek. Maar we zullen er even beginnen. Ja, dan Sipke en ik hadden er juist even over praten. En wij worden al 3 weken lang terroriseerd door een cameraman die dus vreugt wat de versissing is voor het scootjesiel. De scootjesiel is zo'n verschrikkelijk mooi sport bij haar zijn van dat is net een versissing. Het staat alle dagen weer 0-0 en dan begint het weer gewoon. Dus wij zien net waar het duurt binnen zit. Ja. Ik ben het mee eens. Ik heb al 3 weken lang gedacht en toen hiek ik er juist even een mail voor en hij zei ja, we dachten er beide hetzelfde hoor. En ik dacht, nou is de laatste dag, nou kan ik eigenlijk niks meer vragen. Als Kees Postma dit wit niet, hier je net zo lang op de wilde wietse wennen. Goeien, welkom bij het Scootjesjournaal. De allerlaatste aflevering van het Scootjesjournaal hier van de Batavier. En Joert, wie de apotheose van de IFKS-sielerij. En we zullen napraten in het Scootjesjournaal. Mij 2 echte kampioenen. De een, Sikke Heerskop. En de oor, een vrouwelijke kampioen in de B-klasse. En dat is Vrouwkje Meijer. Maar haar zullen we dus napraten over ja, eigenlijk wat er de oude weken al hier gebeurd is. Hier met de IFKS-sielerij. Maar nou eerst het wedstrijdverslag van Nielke Lok. De IFKS had een dikke 60 skippen in Fjouwerklassen. Het Zwarte Wie van Jaap Hofstee die won in de C-klasse. En daar waren de 2e man, dat wie Lucas Bouwman met het oude skip van de Los Jongens. Dat is nevens mij ik nog van Sikke Heerskop. Dus dan zullen we wel dubbel een verhaal kennen daarin. En de trainerman was toch nog Ulbe Zwager met de oude Zeug. Die komt weer een klasse heuger, want hij wie gelijk met de verwisseling. Maar ja, die hier op de laatste dij krijgt een plakje achter Ulbe Zwager en dat jet net zo. Nou, Vrouwtje Meijer is al neemd. Zij is dus de kampioene in de B-klasse. Absoluut de top. En dit skip jet ik in de A-klasse. En het is mooi dat er nou weer een vrouw in de A-klasse te lonen komt. Want dan kennen we ze misschien wat die presteren kan. Nou, Klaas Cuperus met de Zeis gebroeders uit Makkum die het mij naar boven. Er zitten trouwens meer dan 6 gebroeders op dat skip, zo ja, zou je dat zeggen. En het skip, de oude Jenne Waster, die geet ik naar de hege klasse, Merlijn Alsthoorn. En die komt ik in de A-klasse te landen. Nou, dan weer een Lietse A. De snitsers hier aan de rechterkant, ja, die hier een verkeerde start en die moesten weer om. En dus was Sietse Broersma absoluut de beste man, absoluut de kampioen in de Lietse A-klasse. En dan ben je in de A-klasse aankomen. Die maken we nog even naar oude meisje. Nou, wij zagen zelfs in de start zeker Heerskop op. Starten in de midden. Want ja, hij weer de man die is om te vallen. Weer terug onder oren. Tony Brundel die daarachter leidt. En Jelle Talsman. Maar die ziet het aan 4 punten daarachter. Hé, wat gebeurt er in die hoeken alle jaar? Nou, dat ging net zo fraai alle jaar. Want daar weer nogal wat onervaringen. De Langwader die moet hier helemaal draaien op de jonge Rijn. Want die wil net voortwezen. En dan moet Romke de Jong, ja, die had geen oor paard. Als die moet del los. Nou, het reinde der protestvlaggen in die hoeken. En dat er net een inzien is, ja, dat vind ik ongelooflijk. Want ja, toen kwam Henk Rechtsik dan een keer weer om. En die kwam op die jonge Rijn, die dat Melissen bleef, die kwam er op te lonen. Nou, en dat waren al jaren raast en schreeuwd. Maar dat was net mooi. Maar zeker Heerskop, die zochten we weer op. Want ja, die moet maar de potentiële kampioen volg je. Hij mat je nog achter Wietse Banstra delt, maar dan kniept er mooi omheen.
En hij is net eerst bij de tonnen, hè? Nee, Sibo Sisling is eerst bij de tonnen. Mij Jelle Talsma. Jelle Talsma maar één doel voor zelf. Ik mag eerste worden, Joert. Want dat is mijn opdracht als twadde in het klassement werden. Want dat maakt het te leuk. Nou, wat bat erachter? De Eelkje komt erachter. En er komen nog weer oren. Het wie een chaos daar op dezelfde wijze. Ja, de stuurbootskip, ze moesten ergens heen. Maar net daar voor zelf parkeren op Freddy van der Heijden. Want dat is helemaal net goed. Nou, zat dicht en siert het al eer om een tabijlkoor. Het komt het rit dan al je goed oud. We hebben meer protestvlaggen, maar ze zijn al hier net te inzinnen. Nou ja, en dan gaat het hulpspul naar beneden. Geen enkel probleem verder. En Sibo Sisling komt hier eerst bij de tonnen. En die zit te denken, Justraak eerst wist, zoekt dat misschien een joert wel weer werken. Maar ja, die man moest een beeldje loeken om het leven, loeken om het leven. En ja, en dan komt er in onder de wien. En dan eerder hult hij het weer een beetje meer wien komen. En weer een beetje meer wien komen. Nou, bij die onderste tonnen, daar gaan het lieke goed te neet. Want er moesten de zeilen staan aan de hoes. Het zeil van Tony Brunel hier is geen. En het gaat oer het voordek van Robert de Jong heen. Het gaat alle jaar goed. Dan moet Sibo Sisling al achter zeker heerskop los. En dan weten we dat Sibo Sisling het juwert net helisel. Ze haar vies te volle om te denken om boven water te blijven. Liek als trouwens de meeste skippen. Nu had Sibo zeker heerskop dat ik wel wat. Maar hij scoot lieke goed naar voren. Merkwaardig is dat. Hij zit hier al vrij dicht achter Jelle Talsma. En die shot al eens even om. Sa van komt zeker heerskop daaraan. Hij maakt hult iets vieren die zeker heerskop. Het zeil liek het nergens op. Het flappert al hier. Maar hij zit wel op. Ja. Hij geeft naar plekje. Net zien staan alles wat de kenners er dan ik van zitten. Nou, daarachteraan, daar wordt het dan weer mooi. Daar komt de Vriers op het tonnen en dan al die oren. Ja, en het bloed een beetje horen en keren. Want die skippers, ja, ze joegen elkaar in tomme breedte. Maar ik moet zeggen dat hier misschien wel eens beter was in de omstandigheden. Want de wien zal hult hij nog meer onboos je. Nou, Romke de Jong die wuift hier mij protestvlaggen. Dit is Tony de Jong. Achterin rekken troch net zijn skuld. Maar hij bloedt er zitten. En hij kan net verder komen als het vierde plakje in het eindklassement. Voor hem is het dien. Maar wat gebeurt er voor eigenlijk al hier? Nou, Sibo Sisling. Oh, wat prachtig. Zie je in de donkere loft dan in het hulp. Midden oer de Lemster bijgongen. Met de route prachtig in de verlenging van die bijlijf. En dan maar weer knokken bij die tonnen. Ze jouwen elkaar geen centimeter rond. En dat zou zo belangrijk zijn om goed op die tonnen te komen. Maar dat komen ze daar toch net. En de Eelkje die met je machine hoe er om die tonnen komt, ken ik net een oren kant uit, ken het draaien of wat dan ik, ken het naar de bakbord stonden. Nee, het moet al hier op haren staan. Zie maar eens hoe vier dat Romke de Jong hier om de tonnen heen komt. Hij is naar de kant druk, naar de kant druk, naar de kant druk. Ja, en dan mag je heel vier wij komen om daar omheen te komen. En dan bloedt het moeilijk. Ja, en dan ga je in het lavier in ik nog het horen en keren bij het skip boven wetter te horen. Jelle Talsma hard vol. Hij leidt wel heel langs geven. Hij hoort vol wat er ik gebeurt. En hij shot al mild achterom. Nee, zeker heerskop. Niet zo ik eens even achterom. Sjem matten, dacht ik. Want dat gebeurt wel het in door. Ja, Wietse Banstra, die zie het nog mooi voorin. Lang voorin koelde bij dit waar ik beter steen. Maar hij maakt nog blies Jan op de Jester Madders. Want hij had ik viste volle wien. En hij maakt hult het loslitten. Ja, dan komt de Vries van Sleert eraan. En die is Sibo Sisling dus al voorbij. Ja, die man die had een mooi tuigje daarvoor. Het is een rare gaffel, maar verder is het een prachtig tuigje van dit. En wie eigenlijk de enige die ik net zo volle lijst hier van de hudde vlagen die door de Lemster bij gingen. Dus hij gaat achter zeker heerskop aan. En dan keren we en dan showen we Sibo Sisling die had. Dan zijn ik maar die kant maar u. Nou ja, hij leidt dus voor. Let ze nou dan zien vlakken zeven sjen. Ja, het zit mooi in de pot, leert Jelle Talsma. En hij bloedt ik voorop. Dan mat zeker heerskop daar aan de rechterkant showen dat al even achter Walter de Vries Del. Maar hij gaat dadelijk weer omhoog. En dan leidt er bij de tonnen nog krek. Justjes een 15 meter voor op diezelfde Walter de Vries. Maar die komt er echt aan daverien. En zeker heerskop weet ik wel dat er der belies aan. Ja, maar ja, het kan hem net zo vol in miskillen. Want hij had als jongen dat er dat kampioenschip wel helik in. En hij komt ik hul niet meer naar voren. Sluit aan als vijfde Tadema. Want hij weet dat ja, dan had er een tweede plakje in het klassement. Altijd short naar de positie van Tony Brundel en die Bloedsa. Nou, en dan had Walter de Vries het rijden. Die is eerder om de ton als zeker heerskop. En dus krijgen we Juwert dezelfde volgorde. Nou, Piet Blauw steert al. En die man short even wuiven. Zij worden Juwert eerste en tweede in het klassement. Jelle Talsma. Heel tevreden met ze daarmee die prestatie. Dan deze man van Sleert. Hel je eens een keer een podiumplekje. Tweede plekje, vierde niks. Zit in het midden van het
klassement. En dan de kampioen van 2013. En dat is zeker Heerskop. En die is zelfs verschrikkelijk blij. Maar hij wou net favoriet wezen. Maar hij weet wel degelijk. En hij had dat favorietschap goed maken. Hij omjermt hier Bijn Kramer die hem geholpen had. En de man ben verschrikkelijk blij. En zij worden treden in het eindklassement met hun vijfde plakje. En dan hebben we het 2013 IFKS Hoorn. De uitslag dan bij de Lemmer. Ian dus Jelle Talsma, 2 Walter de Vries, zo heeg. Jazeker, Walter de Vries, 2 Tredde, Sikke Heerskop, dan Sibo Siesling, Gele Tadema van de Jestemar, Wietse Banstra van de Singelier, ekkens een keer heeg, Zoon Arend Wisse de Boer en 8 Kees van de Kooi. 2 pagina. Met onvier toch Tom Brundel met Lietse Lies, dan Jeroen de Vos, Erik Jonker, Michiel Kalsbeek, Henk Rechts, 14e Romke de Jong, 15e Robert de Jong en 16e Freddy van der Heijden. Het eindklassement. Ja, Ian dus, Sikke Heerskop, 16,9. Had 2 punten minder als de nummer 2, Jelle Talsma. Maar de jonge Jan, 18,9. En dan treden Gele Tadema. Fjouwer, Tony Brundel. 5 Arend Wisse de Boer. 6 Sibo Siesling. Zoon Henk Rechts. 8 Jeroen de Vos. En de 2e pagina wordt ongeveer terug Michiel Kalsbeek. Dan Walter de Vries, Erik Jonker, Robert de Jong, Romke de Jong, Kees van der Kooi, Freddy van der Heijden en Wietse Banstra. Tak hem hier mijn nice koetsje, de Zwarte Ridder. Maar eerst, Sikke Heerskop. Welkom. Dankjewel. Want je ziet net te zien naar het wedstrijdverslag. Ja. En je tocht van, wat ben ik blij dat ik daar in die griepen zie het. Oh man, geweldig dat ik dit net zie. Nee. Wat een bosbotenboel daar, man. Net normaal. Nee, heeft er überhaupt iets van mij gekregen? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Maar dat blauwt er wel uit, want dat is net in de ratzooi. Nee, ik bedoel, dat zou mijn tacticus draaien. Dan draaien. Waar is mijn tacticus? Bijn Kramer. Ja. Ja, daar is hij weer. Ik mag net op het veld letten, want dan krijg ik van de vrouw op het donder. Maar dus het achter en voor het hij 2 bazen. Ja. Bijn Kramer en jouw vrouw. Ja. En hoe heet die? Lisette, die zit er vaak. Lisette. Oké. Okay. En dan ben je mooi kleermaar. Ja, hoesa. Hoesa. Oh, helemaal wat mat nou. Dan, oh ja? Dan vindt zij dat ik heen ken en dan dok dat net. En dan wordt ze nukkig. Het kapje zou er achter hoor. En dan sliep je mijn pas. Nou, dan rol je er wel wat wunden door dekken. Ja. Maar het had Joert vertuten die, want dus ging het geweldig. Ja, het had Joert vertuten die, want ze hadden wel rare streken. Dan werd ze echt balsturig. En dan gooit ze gewoon een vak los. Ja, ja, ja. En Joert moest je echt achter Jelle Talsma. Ho, wat hebben we daar? Jelte jong. Step it out, Mary, my fine daughter. Step it out, Mary, if you can. Step it out, Mary, my fine daughter. Show your legs to the country man. In the village of Kildonny, there's a maiden young and fair. Her eyes, they shine like diamonds. She had long and golden hair. And the countryman come riding, rides up to her father's gate. Riding on a milk-white stallion, he came at a stroke of 8. Step it out, Mary, my fine daughter. Step it out, Mary, if you can. Step it out, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countrymen. I have come to court your daughter, Mary, with a golden hair. I have golden, I have silver, I have goods beyond compare. I will buy her silken satin and a gold ring for her hand. I will buy for her a mansion, she'll have service to command. Step it out, Mary, my fine daughter. Step it out, Mary, if you can. Step it out, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countrymen. Machtig. Een winnerslied, denk ik. Of net? Een liefdeslied. Oh, een liefdesverklaring. Nou, net al zeker. Nee, dat vond ik net lopen zeggen. Nou, net al weet ik. Hij zit al onder de plak. Ja. Bij Kramer en met je vrouw. Ja, bij mooi kleermaar. Ja, goede vakkenisten. Ja, absoluut. Absoluut. He? Maar ja, ze zit nog 24 jaar bij mij aan de vakken toen we trouwden. Ja? Toen goorde ik haar om eens kouder, maar nog 24 jaar wordt ze mij nog kouder. Maar wat toch niet, want je wist van de onval, want Jelle Talsma, dat zei er juist direct hier in het koetsjournaal, hij hopen, nou die Sikke, die doet vast nog wat doms.
Nou, en hier erop hopen. Ja, en daar wil ik wel kans op geweest, ja. Ja, hoe Juster, Juster Jong, nou ja, zo zit ik nu hier in elkaar. En Juster Jong dacht een week van, nou, mogen we nog kalm wijzen? Betieten beter en dat soort dingen. Ik denk, nee, we doen krijgers vroeger. Nee, we doen krijgers vroeger, dat we winnen de lijst niet in de feestenten. We moesten de vegere blikjes opruimen en meneer winnen, van hem aan winnen. Ja. S'nachts een heer, s'morgens een heer. Zo dat, Klaas. Ja. Ja. En Jout, van als het met de hele week hebt bezoen, is zeker nou de triochte winnaar, de meest constant eigenlijk? Nou, ik denk ik wel. Als dat een beetje naar de punten ziet, is goed. Ziet Jelle Tolsma ziet er net zo vier hou. En uiteindelijk eerste Maar en een Tony Brundle ik net. Maar goed, als je dan wat foutjes meidje. Jelle zei het van mij in het radio, Peter zei er zelf. Ik, ja, hij zei, ik denk dat wie van hier te volle fouten maken. Ha? En dat had zeker die misschien net dien. En misschien volop aan de training geweest. En toch wordt toch van, nou ja, wie willen dit hier toch misschien wel eens een keer scoren. Zo, zeker zei dat ik al wie mij graag in de feest in te wijzen. Maar goed, in de naaie tiert, ja, misschien ik wil het kampioenschap. Dus dan wist er misschien toch wat eens met waande. Ja, maar zeker heeft überhaupt er nog in zitten? Wie is zenuwachtig of... Nee. Nee? Nee. Want de hele familie zit er wel achter, hè? Ja, natuurlijk. Maar, nou, we zijn hier gewoon lekker ziel en dan zitten we toch. Ik wil, het je zin om je te drogen te maken. En ook hoe ik net dat rekenen, maar wat zit ik in dat? Nee, maar dat leek het dan wel aardig. En, maar de beste mannen, een soort reder die de hele vloot zo'n beetje bij me kan kepen naar links en rechts. En daar hebben we zorgen over en daar hebben ruzies. En dan denk ik, man, wat een gesoorde meter. Geen in oude auto's. En dan zelf mooi wat zielen. Ja, even voor de maar ik zit nou toch in het oude is? Ja, dat is het. En hoeveel scootjes heeft dan? Hoeveel scootjes heeft? Fjouwer. Fjouwer. En dat is nou het begin, want hij weet nog twee te lezen. En als Lisette hem erom te jou, dan kijkt het erna draaien. Misschien. Maar je wil net zeggen, werd hij binnen, hè? Werd hij scootjes lezen? Nee. Hij speurt en snuit. Ja, dat dacht ik gewoon, als je dan thuis komt, in de boeken en gewoon inderdaad ziekje. Ik heb maar Piet, dat is mijn oude maat, de kapitein. Dan gaan wij in februari, maart, dan gaan wij naar Frankrijk. Dan zie ik je wel vragen. Kanaal du Midi, daar lijkt nog één bij Glicks. Ja? En dan weet zeker om te lezen. In Parijs. Ja, wij hebben nog twee. Wij lezen scootjes? Wij hebben meer dan 100 scootjes in Frankrijk vond. Echt weer? Ja. Maar wat maak je met al die scootjes? Nou, dat hoor ik dat. Ik ben goed. Maar vond, hè, was jij en zie ik je er al wat leuks tussen gezet. Deze van de wilde witsen, die komt hier te wijnskepen haven. Ik bedoel, daar hebben heel veel mensen om voorbij rieden en vingen. Maar zeker had een vond, hoe kost hem krijgen van Kees? Ja, Kees Postma, hè? Ja. Ja, nou dat wie meer tafel. Ja. Ik Jelle Hummel hier toen dat scootje van Arnold Scherkstra kocht, wat hij in Duitsland vond hier. En Jelle zei nou even nog mijn skipje. Dus wij naar de skip daar. En dan zouden we later, ja, hier in de Westkippen halen, laat ik niet. Nou, we rennen de salons en de post, maar die komt uit de looplijn gauw en een praatje. En ik wil helemaal even doen de skip te kopen. En hij begint het verhaal dat het treppetje naar beneden, dat weer toch wel wat moeilijk van zijn vrouw. Hè. Gintje. Ja, en... Ik kwam daar vaak, hè, maar hij zei het. Ja. Oh ja? Als ik ga er zo vaak inzetten. Als liedjonkje. Ja, hij speelde vroeger als liedjonkje. Ik wist helemaal net dat het koetsje weer. Ik dacht samen dat een huis weer op werd. Oh ja? Maar in ieder geval, dus, hij wil wat oors. Of ik vreemd, was dat wat oors? Ja, zei hij. Wist precies wat we wilden. Beton na een keer, red zei erop bouwen. En ik zei, nou, dat ik dat dan van je regelen. Dan rullen we. Nou, zei de vrouw er maar even bij. En binnen 4 minuten weer beslikken. En dan hij een peepster. En die staat als lange wikster in het scootjesstaanboek. Ja. Dat zeker het alles dingen om iedereen in de war te brengen. Oh ja? Ja. Dat had ik bij deze man. Een koopman. Dat had er van zijn paken. Ja, paken Sipke. Ja. Want ik weet die hele familie. Ik heb ze op het spoor vallen. Dus ja, ik denk al, dit is helemaal mis en in de war. Maar zit er dus in oordeel en Joost zit in scootjes. Ja, en in onderdeel, dat weet ik wel. Ja, ja. Maar scootjes, dat is niet meer op. Nee, scootjes, dat is een grote vlierspaste. Oh ja? Ja. Ja. Maar ik heb een bv'tje, dus de vis is dat ik nog wat mooi. Oké. Okay. Even naar Jalt. Jalt, want een paar dagen geleden ziet Tom Brundle hier nog. En die hier natuurlijk een geweldige dag op een hege moment. Woont twee keer en elke keer toch van, nou, misschien Tom Brundle, die kan echt nog wel echt kampioen worden. Nee, maar blikslagen, dat is ik zo. Ja, maar waar heeft hij het lezen litten? Nou ja, ik denk Juster en jij, Juster. En dan is Jere. En ook Jalte, je dan de eerste week, want dan zet ik hem. Dan kan hij erin zitten, maar geen keer bij. Dat is door de headset al. Ja, ik eens een keer kunnen. Dan pak ik dat ding. Ja, Juster. Je bent hier. Klaas, wat zie je hier? Hier, Klaas, dit is wat zie je. Wij zullen nog even praten of het ik verschillend zeggen. Dat is hoe het mij moet praten. Oh ja. En net als nou de terechte winnaar is, dat is mijn domein. Oké. En nog even heel kwart doen, Brundle. Ben je het uitlezen, Litten? Juster en jij, Juster. Ja, nou, en Juster, dus ik. Dan
Ja. En waarom dat dan Joer in je lijn had. Ja, nou, ja, je bent de bovenwinst aan het komen, maar ze volle skip. En je kan er net een paar met vinden. Dat is het verschil. Want als je dan wat een eindje eruit hebt, dan zie je wat er gebeurt. En dat we Joer een beetje verdrietig, dramatisch, maar ik heldhaftig. Toon laai goed, hoe bakboord. Dan krimpt die wien even. Dan komen er een soortje wij en die komen te leeg uit die wal. En Tom kiest voor lijfsbehoud, zijn bemanning en dat skip. Een perfecte zeeman. Het kost hem 5, 6 plakken. Hij dondert in één keer achteruit. Maar hij geert wilst de rug van wij het. Hoe stuurboord voert om met die rommel wij te komen. En zo dat vind ik, ja, dan wil je geen kampioen. Maar je houdt het spel wel heel. Ja. En je komt met zonder volk aan de wal. En dat is Ton zijn grote kwaliteit. Dat voor mij is Joet, voor mij Ton, een van de kampioenen van het zeemanschap. Nou, wat zei het voor nou, zo'n analyse? Dat vind ik een perfecte analyse. Nou ja, we zijn gelijk weer terug aan het dieren. Bedankt. Ja. Henk Jout, hartstikke mooi dat ze wies, jongen. Ik ben wel op mijn glaas hier. Oh nou, ja? Ja, hij maar bent. Nou ja, hij maar bent. Nee, Ton is een hele nette zieler. Ja, dat is exact. Maar jij bent wel de kampioen. Joet weet echt van vrouwen en kinderen eerst. Samen speel weet nou ja, het wie een mooie wedstrijd als ik wel kwam natuurlijk door de Hurdewien. Jij bent kampioen van de A-klasse. De C-klasse, dat weer een hele mooie en spannende klasse. Dat wie uiteindelijk een prooi van Jaap Hofstee van het Zwarte Wief. Maar dat wie ook een orenkampioen die ter een mooi dier. Dat wie Ulbeswagen had er zoon hier Utwest. Twaalfvoudig SKS-kampioen in 98 en 99, dacht ik. Is Royeer de nooit terug de SKS. En de hele week hebben wij hem achter hem oor zitten voor een keer een reactie. En Joert is dat uiteindelijk slagen. Ulbeswagen. Wist blij dat we erom wist eigenlijk? Ja, een beetje gemengd. Ja. Dit is wel een vreselijke gezellige club. Deze zielerij is volle, maar dan ik volle gezelliger als de SKS natuurlijk. Het is, hier is machinaal een feest en bij Skippers eigenaar. En net grote commissies erachter, een mooie berg hield die te pushen. En het moet en alles wat erbij hebt. En dat hest je net. Je bent al hier liefhebbers, enorme liefhebbers. En er giet op rotte hield in om, maar zeker net zoals in die orenclub. Nee, maar de IFKS past beter bij jij. Ja, het is een volle leukere club. Ik heb van de week mijn vader, want het is het allereerste protest wat ik ooit woon heb, waar ik mijn verdediging koe. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het godsmogelijk, ja. Ik giet er weer op, joh. Ik denk, nou, die punten die hebben we wel. Maar ik woon het. Wonder, oh wonder. Maar nou bleek dat hier een jury is die het absoluut net op het water wijzen maakt. Zelfs dat hij eens in Friesland is. Die rieden ze in van buiten de provincie. En die doet even een uitspraak. Ja, en dan krijg je een heel hoog beeld. Als dat zo de mars juggen. En sowieso al bevooroordeeld binnen. Maar dus Ulbeswagen ging gewoon protesten winnen in de IFKS. Hoe is het godsmogelijk? Nou, dat werkelijk weer. Wij al hier, we hebben elkaar gefeliciteerd. We vonden het een wonder. Het is dus van een dubbel gevoel toch wel, hè? Van ja, natuurlijk mooie club en gezellig en nou, promoveren, heel goed dienst, sportief zien. Wat is dan die orenkant? Ja, dat is voor de club wat wij opvoeden binnen natuurlijk. Nou, dat is toch een hele orenzielerij als dit. Daar heeft mijn nauwtjes de maatje. Je start de of twee keer van de wal houden. Ja, het is een hele orenzielerij is dit. Het kerst net vergelijkje. Absoluut net. Ja, maar goed, wel promoveren en dan takken we hier weer dus. Ja, het hoor hier weer. Even zien hoe dat dan moet. Ulbeswagen, wie dat takken we hier dus in de B-klasse. Intussen, ons coach is Vrouwtje Meijer. Lok Weenske Ek, kampioen in de B-klasse. Ja. En ja, dat is de soort van rising star, hè? Als je hem dat zei, dan zal dat ze wezen. Nou ja, vind je dat echt, Klaas? Nou, ik vind Vrouwtje is potentieel een kampioen in de grote A-klasse. Wij Jannie Riemers maar gaan, die weet ik net misselijk. Dat weer een hele goede, flink vrouwens. En pittig skip. Ja. Maar ik denk, ja, dit is geen kampioen van de A-klasse in die combinatie net. Doal. We lezen de druk er even op, hè? Ja, dat heb ik in de gaten. Er moet minimaal een podiumplek, was dan samen nee, er helemaal het is, af. Ja, het is een geweldige skip, de jonge Jasper. Hij is een 5 keer kampioen geloof ik. Ja. Ja, 5 keer in A. Ja, ja, dus dat is een mijn high. Want skip luidt het nooit net. Nee. Dus, en daar best in, en dat vind ik wel heel mooi. Zo zeker stikt onder plaak van zijn vrouw, en dat is goed. En daar best in, daar heeft die man onder plaak. Dus ik vind het wel heel mooi en bij spiegel ja, samen. Ja, precies. Ja. Maar hoe is die commando aan boord? Hoe gaat dat? Ik jou haast geen commando's. Och, ze zei ze dat ze toch vlokken krijgt, vrouwtje. Ja, dat ken ik wel, ja. Dat jij het net zag? Nee, dat jij het net zag. En dat gloed ik.
Ja, get ik wel eens wat te bot. Maar als ik vind dat iemand onsportief zielt op huis, dan let ik dat wel even duidelijk jaren. Maar intimideerst hoor, dat een deel van die tactiek? Nee, vind ik net. Oké. Okay. Nee. Maar doe zegt er die eigen sportiviteit in. Want het is dan heel bijzonder. Hoe stoot vanuit C naar B en hup naar voren? Ja, dat wij hier dat ik net verwachtte dat het zo goed ging zo in de B-klasse. Wij willen heel graag promoveren naar de A. Maar ik wil dus wel bij de eerste draaien. Maar ik hier net toch dat wij mooi zo'n beetje punten kampioen worden zoen in de B-klasse. Ja, even voor de duidelijkheid, want er is de dochter van Siepmeijer, viervoudig kampioen in de IFKS. Ja. Vijf vrienden heeft het scootje oernaam. Ja. Moest beginnen in de C-klasse, Gliek kampioen. En nu weer Gliek kampioen in de B's. En daar kom je dus eindelijk weer een vrouwelijke skipper in de A's. Ja, ja dat is wel. Maar het, ik heb twee alleen met vrouwtje praten. En toen zei vrouwtje, ik ben nou wat bang. Als er zo scheef giet, giet er ik om. En dat nou oer. Dat is absoluut hoor. Ik zie liever mijn windkracht 4 was mijn windkracht 2. Oh ja, ja. En hij maar online. Nee. Dus eigenlijk moesten we een keer omlezen. Ja, nee, dat is dan net gebeurd. En ik zit er net nooit die scheef git. Ik ben gewoon alleen nog maar het ziel, kop erbij en ik zit naar voren. Maar ontwikkelt die nou ik als persoon? Absoluut, absoluut. Wat is het belangrijkste wenst? Communicatie en vertrouwen. On board. Wat is communicatie? Dat ik informatie krijg van mijn adviseur, dat is Wieger, dat is mijn adviseur en die maakt mij de goede informatie. Wieger, het is hij die man, ik. Nee, dat is Klaas. Dat is Klaas, oh, ben ik in de war. Ja. Oh, Wieger is die adviseur, waar zit Klaas? Klaas die zit voorop en die houdt de wien aan. Oh, dat vind ik een prachtige positie. Daar heb je dan geen probleem mee. Kan nou ja, hier mogelijk voor. Want meestal een vleugeltje bob in de meester me winnen aan te jagen. Ja, maar daar is Klaas ervoor. Ik heb Klaas die zit ervoor. En die huid dan, want voordat hij schilderde hij nog mooi, toch? Ja, dit hier ik. Oh, dit hier ik? Ja. Wat is zijn rol? Hij zit bij het leren en doet al het lerenwerk. De zoon goed stellen, ik tijdens de wedstrijden en hij jouwt ik wel advies. Nee, ja, maar evalueer, ik kan me zo vaststellen dat hij nog, dat je mij zijn bijen dan nog na orde van de wedstrijd evalueren of? Dat doen we maar de hele groep. Oké. Okay. Maar als hij te lastig is, giet hij er al? Nee, absoluut net. Die man die is van mij voor onschatbare waarde. Die wil zeker best nog ik bang voor zijn tegenstander in de groep. Nou, ja, je zit maar verliezen van de vrouw. Ik ben eigenlijk. Hij jouwt zeker niks aan. Nee, dat is in no. Oh ja, ja, met zijn eigen vrouw, beetje, ja. Die heeft altijd het onderspit. Oh, sorry. Ik ben een beetje geschrokken dat ze dat promoveert. Want ja, misschien moet ik het allemaal met je ophouden. Want, maar nou even serieus. Ja. Vrouwtje is dus een versterking van die A-klas, maar die jonge Jasper. Absoluut. En wat ben dan vrouwtje kwaliteit? Was van tekst, nou, dat moet ik voorop. Klaas is zo prachtig mooi. Als een skipper een prijs wint. Nee, jou is dan horen. Maar vrouwtje elke tijd. Dat is geweldig. Maar zo in de moderne tijd van René van der Gijp en consorten, mijn no man, mijn koor, ik ben. Ja, nee, dat doe ik net mooi. Beginnen we niet aan. Ja. Wat zie je nou aan nog van? Het feestje? Nou, geloof dat we naar de Chinees gaan. Lekker naar de Chinees. Oh, te jaren. En nou, ik denk mooi twee ploegen bij mij. Twee ploegen. Alle kampioen, geen mama, koor naar de Chinees. Ja, nou, dat doen we nou maar wel. Ja, er is gecommuniceerd, dus ik weet net hoe dat via de oude. En dat is geweldig. En gaat nou de B-kampioen, ik mag naar de Chinees en de Lietse A? Nee, ik ken net maar die jongens praten. Dat weet ik niet. Maar deze beide dus al. De kampioen van het hier. En net dat dan wordt er een baanlijn al om tegelijk te bezieken wat naar voren te komen. Wij kennen al heel goed, mama. Die baan weer er lang. Dat weer er al. Zo, ze hebben de geheime, ze hebben de concties. We hebben de Tour de France. En daar heb ik doping, maar hier gebeurt het dus ik al. Even één van de camera. Ja, dat ben gewoon open en bloot. Werd jong bij de Chinees bepaald wat het hoor hier kampioen is bij de IFKS. Ja. Hey, Sikke, wat denk je dat het woen is dit hier? Nou, wij hebben natuurlijk wel aardig ons best in. Vriend hier ik al. Dat mag ik hopen. En we hebben getraind. We hebben wat extra wedstrijden shield. Maar heb je het ergens doen of heb je vooral profiteren van Flaters van Oorn? Dat is een mooie neer. Nou, ik denk dat Jester Mare, jonge Jan en wij redelijk stabiel zielt hebben. En net een rare uitzitters. Tony heeft toch twee hele minder dagen gehad. En dat breekt je op. Dat ken je net veroorloven. Maar via het net, ik bedoel, klopt dat we een of twee puntjes verliezen konden. Zit er maar tussen. Nou, zat dichtbij wie het dat je samen gebeuren kan. Ja. Want zag ik wel, dat hield mij net. Nou, ik vond het heel super. Nou, we hebben wel achter u het borgen. Ja,
Ja, met Jan Puntje. En dat is in niks aan Walter de Vries komt tussen. En ja, dat is in niks aan. Ja. En Jelle doet het natuurlijk super. Ja, super ja, ja. En zo dat kreeg de vrouwtje met de mysterieuze krachten in de sport. Jelle zei het in Geender nog een keer voor. En dan is hij boven zijn macht groeit eruit. En dat ben bijzondere dingen in zijn grote A-klasse. En hij stelt dat nou ik, vrouwtje. Dat zei, dan kan dat zo gebeuren met mij ik. Dat weet ik niet. Dat zien we zien. Nee, ik heb er wel vertrouwen in. Maar Sjoch, er wil mij eens keven, ik al naar die A-klasse. Van, ik hoorde wel een beetje rekken, mooi dat ik kampioen weer in de B. Tak hem hier, maat ik naar de A's. En ik hoe lees je dan niet los? Net achter mij heen en weer. En dat nee, soort dingen. En Freddy Taalsma. Nee. Ik wil volgend hier wel mooi doen. Om de titel? Nou, dat zie ik net direct zeggen. Ja, dat zeg ik dat. Het linkerrijtje. Dat. Ik wil wel mooi dan. Mooi dan, om de titel. Wij doen net mooi voor... De Olympische gedachte, die is er net bij hem. Maar hij heeft nog middelen om de goed in te investeren tegen mijn schip. En er moet toch wel weer wat in gebeuren. Wij maken nog wel wat van. Ja, en dat weet ik zo. En er moest er nou echt wat bij. En die bemanningen moest ik erbij. Ja, maar wij hebben nou echt een top. Ja, hè? De hij ze selecteert. Er ben een peer die hier, nou ja, die hint ik wel een beetje mij beleefd. En nou heeft echt. Wij hebben nou echt een hele goede ploeg, maar ik ben nog heel erg jong. Als ploeg ben wij nog heel jong. We zijn nog maar 2 jaar bezig. Maar ja, ik zei, het kost een soort geld om een naai doek, naai hout. Ja. Nou, en krijgt dat, ken dat? Of ik heb de orde had ik nog? Nee, ik zoiets is net Sinterklaas, ik heb een sponsor. Okay. En dat is net zoiets. Oké. En zeker, hoeveel scootjes is er nog, Keepje? Dit hier? Nou, dit hier niks, denk ik. Dit hier niks meer? Nee. Maar waar komt toch die fascinatie waar, dat je altijd die scootjes, dat je die gewoon haalt willen? Ja, dat snap ik zelf ook niet. Dat is gewoon een ziekte, no? Ja. En dat heb ik wel prachtig om echt een mooie skip weer te vinden. Dat is eigenlijk een beetje weer jongens achter de skat zoeken. He? Ja, machtig. Ja. En ze had paken een mooie ko zocht. Ja. En soms wie dat zakelijk misschien, ik maar ze samen had weer een mooie ko. Ja. En zij is mij zeker mijn mooie schip. Nou, een paken vliegen er nooit geld op een kou, ja? Dat zei er. Ja, dat is het zo. Okay. Nou, ze moeten naar de Chinees, want ik kreeg telefoon. De Babi Pangang is dit clear. Tige dank voor je komst. De allerlaatste oorlevering van dit hier, van het scootjesjournaal. Tak hem hier weg, Klaas. Scootjesjournaal. Dat hing het van jij maar. Oh, nou ja, dat is ik zo. Nou, ja, dat ga ik net door. Als het op mij leidt, dan is Klaas de tak hem hier weg. Oh, wat zo ik dat nou vijf is. Lang leven de Gay Pride. Nou, ontak hem hier en we beginnen eruit. Mooi, de mooiste beelden van de laatste drie weken. SKS en IFKS. Ontak hem hier. Dag. While we're talking on the phone, I can smell your sweet cologne. Now I'm getting in my car and I'm coming home. And how's it there and how you been? Does our neighbor still play the violin? Did your sister find what she was looking for? The Christ within? When I get home, I hope I'll find fire is still on, and I'll fall into your arms like a stone into the river. And it seems to me as if these stripes I follow on the road were simply put there to lead me back to you. Now I'm driving in my car, this dreaming just won't do. And I know this time around I'll bring something to the table,
something different than before. I know I've grown able to love you more. When I get home, I hope I'll find the fire is still on, and I'll fall into your arms like a stone into the river. I'll fall into your arms like a stone into the river. Ik heb een mooie traaie week gehad, maar ik ben blij dat ik wel weer hoor is, ja? Al je drokte en hier aan boord en ach man, ik ben al die wel blij om jongens naar huis gaan. Maar nee, ik heb een mooie tijd gewoon. Soort beleefd, soort leerd, soort jongen. Dus ik heb er geen spiet van. Dus ik val van die wel bij willen. Ja.